Het is niet alleen van de afgelopen weken of de afgelopen weken. Het gebeurt natuurlijk al heel erg veel en ook heel erg lang. En we hebben daar als schaapskudden last van. Loslopende honden. De herders van de Redense schaapskudden kunnen erover meepraten. Een loslopende hond heeft woensdagmiddag schapen aangevallen. De hond wist tijdens de aanval een schaap los te krijgen van de kudde. Het dier is uiteindelijk met de schrik vrijgekomen en later ook weer gevonden door de herder. Maar de hond heeft veel stress veroorzaakt bij de ooien. En veel van de dieren zijn ook nog eens drachtig. Ja, het schaap is weggerend, dus door de bossen terug hier naar de kooi uiteindelijk. En, eh, nou, ze heeft wat te schrammen. Gelukkig is ze niet gebeten, ze heeft ook geen gebroken poot. Ze is wel drachtig. Ooien zijn nu drachtig, dus we weten niet wat er zo meteen nog gaat gebeuren. Want zij is natuurlijk ook heel erg geschrokken. Wat kan er dan gebeuren? Nou ja, je kan de miskraan hebben. En er zijn meer voorvallen zoals in Reden. Vorige week overleed bijvoorbeeld nog een schaap van de kudde in Neden. na stress door een loslopende hond. Een tweede schaap was er slecht aan toe. De schaapskooi in Reden waarschuwt dat honden aangeleind moeten zijn. Het is ook gewoon verplicht om je hond aangelijnd te houden. Dus eigenlijk zou het geen oproep hoeven zijn.